Bij Berchem staat er ook een potje op het vuur. Want daar lijkt Jonas de Roek in zijn eerste seizoen als coach bij Geel Zwart er nu al voor gezorgd te hebben dat Berchem opnieuw een te duchte tegenstander is. Met 7-9 was de start meer dan goed. Bij winst vanmiddag thuis tegen Bocholt kon Berchem mogelijk aan de leiding komen. Hier zijn de hoogtepunten. Het is Bocholt dat op het rooi voor het eerste gevaar zorgt en dat al na 5 minuten. Berchem heeft wel de bal, maar behandelt die erg slordig. Zo kan Bocholt op voorsprong komen, indien de kopbal van Pelto gekadreerd waren. Op het halfuur dan opnieuw Bocholt. Berchem presteert onder de verwachtingen. En mag blij zijn dat het met een 0-0 de rust in kan. Dit schot van Roy Mauro is de enige geel-zwarte dreiging in 45 minuten. De tweede helft begint in de stortregen en daar lijkt vooral de scheidsrechter weinig zin in te hebben. Ook de thuisploeg puurt er geen inspiratie uit. 2 minuten ver is de paal de enige die pal staat. Bocholt verdient een doelpunt en blijft ook dreigen. Maar Berchem kan rekenen op een uitstekende appels. En zo is de tweede helft een kopie van de eerste. Alleen is de knal van Mauro dit keer wel raak. 1-0 Berchem. Berchem begint dan plots te voetballen. Wat volgt is wellicht de mooiste Antwerpse aanval van het weekend. Enkel op het einde loopt het jammer voor Berchem mis. De thuisploeg drukt dan door. Via een corner belandt de bal onfortuinlijk op de paal. Kort daarna opnieuw Berchem. Mauro is dicht bij zijn tweede van de middag. Maar het spel gaat door. Aan de overkant dan toch. Waar de bal in de voeten belandt van Bram Poel. Bocholt verzuimt het nu zelf om te scoren. We zijn dan in de slotfase en die is per definitie nogal eens rommelig. Het is Bocholt dat profiteert. En na heel wat gerommel hebben we zelf geen idee wie er precies gescoord heeft. Feit is dat de 1-1 einduitslag op de borden staat. Vooral voor de doelman is dat balen. Het is jammer, hè, zonde. We hebben het lang kunnen standhouden. Het is altijd zuur om in de laatste minuten natuurlijk nog een tegengoal te slikken. Dus ja, het is een zuur gevoel inderdaad. Het Senderlo verliest vanmiddag. Jullie hadden aan de leiding kunnen staan. Ja, oké, maar onze ambitie is zo lang mogelijk goed spelen, meedraaien en dan zullen we zien. En elke week proberen toch die punten mee te pakken.